Yo, kijkers van het kanaal, een nieuwe video. Vandaag laat ik de International 46 Series Pack zien van White Bull Modding. Je hebt hier de 46 Serie 4 wil aangedreven. Je hebt de 46 Serie 2 wil aangedreven. Eerst even deze bekijken. 85 pk vanuit de fabriek. Kan 40 km per uur. 25.800 is de basisprijs. Met opties, maar die zitten vanaf begin al op. Velkleur. International elfenbruinwijs, elfenbruinwit is dat denk ik, keesgrijs, case red beast, leuk, front attachment, gewichthouder, gewicht. Front hydrauliek. Cabin. En dan heb je ook natuurlijk known dat er niks voorop zit. Cabin heb je. Cabine. Begin. White fenders. Kijk. Doet hij de dingetjes erbij op. Spiegel. Spiegels. Geen cabine. Geen cabine. Brede fenders. Kijk. Dat je die flapjes erbij aan hebt, dat is wel mooi. Langere fenders, kijk. Wordt ze langer. Is wel helemaal mooi. Lange fenders met brede... brede dingen erop. Rollbar erop. En dan heb je weer gewoon de cabine. 946 Old Decal. Hier zoom ik even voorin. Kijk, mijn oude bestikkering. 946 mijn nieuwe bestikkering. Dit ziet er niet uit, maar dit is prachtig. Maar ja, het gaat om de review eigenlijk, dus ik moet niet mijn mening geven. Eerst even een nieuw decal. 10.46 is 100 en die van net was 85. Kijk, 100 pk. En dit is een 10.46 met andere stickers. Dit is een 12.46 oude stickers. 122 pk. 12.46 met nieuwe stickers. 12.46 turbo, kijk. Dan was die 122 en 12.46, maar als je met turbo hebt, die voegt wat pk toe. Dit is het sterkste waar je hem kan krijgen, want kijk, als ik nu weer... heb je de oude en de nieuwe, en dan is hij weer terug naar 85. Dus dit kost 8.500 extra, maar dan heb je wel wat pk meer. 75 pk meer voor 8.500 euro extra. Dat is wel mooi. 150 pk... Dan heb je natuurlijk ook weer de oude stickers en nieuwe stickers. Ik maak hem zelf wel even met turbo, want ik ben benieuwd of die ook echt anders klinkt. Ik hoop van wel. Voorlader optie. Wielconfiguratie. Standaardbanden. Standaard tires. Dat de voorste banden, dat die andersom staan, zeg maar, met die profiel. Met profielen. Achter dubbel. Volledig dubbel. Grotere banden. Nu ziet er echt uit als een grote trekker. De grote banden met voor profielen omgedraaid, zeg maar. Grote banden met gewichten. Grote banden met kleine dubbellucht achter. Grote banden met kleine dubbellucht achter en voor. En dat was het. Oké, als het goed is heb ik nu alles laten zien bij deze... En bij deze is met banden iets anders. Want hier kun je natuurlijk voor geen dubbellucht. Maar voor de rest iets hetzelfde. Kan je deze 150 pk? Ja, dat kan. Even kijken of deze met banden ook echt anders is. Volgens mij niet. Volgens mij als je hier... Hier heb je minder bandenconfiguraties, volgens mij. Want voor kan je natuurlijk niet dubbellucht. Dit zijn ze, mensen. Ik heb nu even mijn nieuwe decals genomen. Dit is de 2 wil aangedreven versie. Nogmaals, heeft deze iets minder configuratie, want hier kun je natuurlijk geen dubbele banden voorop. Super gaaf trekkers. Deze trekker heeft trouwens ook
dat je dingetjes open kan doen. Zo, deurtje open. En met deze doe ik het achterraam open. Helemaal mooi. En nu laat ik even de soundjes horen. Om te kijken of ze ook echt verschil. Want deze heeft turbo en deze niet. Want dit is gaaf, als je trekker aan hebt dan draait, zie je ook echt iets draaien. Ik zoom er nu even op in. Super gaaf joh. Maar dit was het video van deze mooie trekkers. Abonneer, zeg ik.